Goedemiddag, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben Jenne Verdekkers en even een sushi wrap verpakking weggooien. Ja, dicht. Oké. Ik heb een apart verhaaltje nu, want dat is echt super weird eigenlijk. Ik was op mijn werk. En wat gebeurt er? Ik word gebeld uiteindelijk door de loodgieter. Ik wist niet eens dat ze zouden bellen. Nou ja, eigenlijk wist ik het wel. Nogal logisch. Ze zouden bellen van wanneer ze zouden komen. Maar omdat mijn ambulante begeleider had gezegd dat het spoed was, stonden ze vandaag al voor de deur. En ik was op mijn werk. Dus ze konden niet naar binnen of zo of wat dan ook. Dus ik had iets van, ja, sorry, maar als nou gezegd wordt in een e-mail of zo dat ze eraan komen, weet ik ook wat meer. Dus dat was heel erg vervelend en gedoe. En dan komen ze morgen. Dus ik heb een beetje huisarrest voor volwassenen morgen. Jippie, jee. Niet heel veel zin in. Maar dat komt wel goed. Het is alleen eventjes heel erg vervelend. Dus ja, ik zit even met de gebakken peren op dat punt. Dus wat ik nu ga doen, dus weet ik eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje van mijn apravo. Wat ik nu eigenlijk wil proberen is deze. Dit is biefstuk smaak. Ik heb het nog nooit gegeten van noedels. Dus het wordt voor mij de eerste keer. Nog logisch als je zegt dat je het nooit gegeten hebt. Dus ik moet eventjes water gaan gebruiken, maar ja. There we go. Die geur van deze noedels, maar dat is altijd zo. Nou, kijk, dit is het dus. En nou dat water nog eventjes opwarmen en dan komt het wel. Als ze nou echt hadden gezegd dat ze vandaag zouden komen, was ik vandaag thuis gebleven. Maar ja, als je met spoed moet komen, zeg maar, dan word je op woensdag gebeld. Dan kom je toch in een van die dagen, weet je wel. En niet op een dinsdag, een week, bijna een week later. Nou ja. Of het is langer geleden. Maar ja. Ik ga dit aan de ratjes geven. Ik moet alleen eventjes kijken waar ik die dingetjes heb gelaten daarvan. Dit is ergens mee. Oh. Ik ben kwijt bij het licht. Oh jee. Dat wordt zoeken. Ik weet echt niet meer waar ik het heb gelaten. Misschien op de rattenkooi zelf. Zit het daar dan? Nee. Hè? Oké. Flabbergasted. I don't know where it is. Heb ik het dan hier gelaten? Ah ja, hier zo. Yay, gevonden. En dan vraag je je vast af, wat zocht Jennifer nou? Dit. Dit porseleinen ding, weet ik veel, wat het mag wezen. Dus dat ga ik ook wel even bereiden voor de ratjes. Zo. Voor de doodles. Zo. En dan moet ik dat eventjes afsluiten. Door dit te doen. Zo. Nou, ik blijf erop zitten. Goed zo. Oké. Nou, dan kan ik dit hier zo aan de ratjes geven. Dan kunnen hun er lekker van eten. Zullen ze vast leuk vinden en mijn bril zakt wat van mijn neus af. Heel erg leuk. Niet dus. Oh, meisjes. Joehoe. Ik heb wat lekkers voor jullie. Hey. Hoe gaat het ermee, Pepper? Ja, er is wat lekkers voor jullie. Ja. Er is wat lekkers. Ja.
Kom maar kijken. Wat ga je nou weer doen? Het is lekker voor jullie. Het is echt heerlijk. Hoop ik. Kom je kijken? Ja, goed zo, meisje. Zie je wat het is? Het is niet vies. Hallo? Het is niet vies. Ja. Kijk, ik moet bij Pepper dit altijd doen, want anders bijt ze me. Kom, ga nou eens eventjes erheen, joh. Ja, wat is dat toch, hè, Ruby? Eventjes kijken. Hoppa. Zo. Oh, ga je ineens daarheen? Je wil niet eten. Heb ik lekker eten voor je neergezet? Oh, ga je plassen gelijk? Ja, dat kan ook. Kijk, nou, dat is dus een rat die gaat plassen. Hi. Hallo, mooie meid. Joehoe. Joehoe. Hey, Peppertje. Hey. Ja, wat ruik je aan mijn vingers dan? Joehoe. Ruby. 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 Joehoe. Hoi. Doei. Ja. Hallo. Er gaat er eentje naar beneden. Nou ja, oké. Okay. Ze hebben geen zin in eten. Komt wel. Nou ja, het was het proberen waard om aan jullie te laten zien. Maar ze hebben nu geen zin. Dat kan ook wel eens voorkomen met ratjes. Nou ja, jij gaat jezelf even lekker helemaal schoonmaken. Dat kan ook wel eens, hè. Goedemorgen. Ik ga eventjes een kaarsje aansteken hier zo. Mag ook wel even een keertje weer. Ik tril heel erg met mijn handen. Hij staat aan. Mooi. Zo. Oh ja, je ziet nu ook een lijmdingetje ernaast zitten. Maar ja, dat heeft zo zijn redenen. Want wat ik ga doen is dus eventjes iets hier maken bij mijn bureau. Want het is weer eens zover. Hoe het komt weet ik niet, misschien door warmte of zo, maar ik laat het wel even zien. Dan snappen jullie wel wat ik bedoel. Dit dus weer. Ik moet dat weer vast zien te maken. En ook hier nu, maar ja, bij dit gedeelte gaat het nog niet, maar ja. Dus ik ga het eventjes proberen vast te maken weer, voor de zoveelste keer. Het zit ook een beetje aan mijn handen, maar ik was vergeten dat het secondenlijm is, dus ja. Dus ja, even die terugzetten. Nou, nu moet ik het ook nog van mijn vingers zien af te krijgen. Zal vast wel lukken met een beetje zeep of zo. Nou, mijn ambulante begeleiding komt straks om 12 uur en het is nu, eventjes kijken, 10:30. Oké, okay. Mijn pyjama uittrekken, ik heb mijn pyjama nog aan, yay! Maakt niet uit. Het is ochtend, dus en dan heb ik ook nog weer eens huisarrest voor volwassenen, want de woningbouw komt. Ik weet alleen niet hoe laat. En morgenmiddag heb ik ook weer huisarrest voor volwassenen, want ik wacht dan op een pakketje. En ik had wat gewonnen bij vakantieveilingen en dat zien jullie morgen, maar ja, niet zo handig idee om dat te gaan doen. Dus, maar ja, dat is mijn eigen schuld, moet ik het maar niet doen. Het is vlees wat ik had gewonnen voor 1 euro. Ja. En dan moet je wel nog de verzendkosten betalen. En dat is best wel hoog. Maar ja, dat vergeet ik af en toe. Dus ja, shit happens. Ja, de ratjes hebben de kattenvoer eigenlijk niet echt opgegeten deze keer. Alsof ze er geen zin in hadden, dus hebben ze het maar zo gedaan. Ik zat echt van, tuurlijk, zo kan het ook. Maar ja, shit happens. Nou, ik ga eventjes de vloer hier vegen, want de ratten maken er wel weer een puinzooi van, zoals je ziet. Ik kan ze hartelijk bedanken. Yeah, yeah. Hey, wordt er scherp? Goed zo. Ik
Kijk, ze hadden er even zin in vandaag, geloof ik. Je wordt bedankt, Basies. Nou, de woningbouw is geweest en komen straks weer terug, rond 2 uur. Het is nu 1:15. Want er is iets gebeurd of zo. Er zat zo'n smal ding in, zeiden ze. Ze hebben het meegenomen. Ik heb het hier niet meer, zo te zien. Nee, ze hebben het meegenomen. En het meurt nu in de keuken. Maar ze vonden het vreemd dat het niet eerder gelekt heeft daar zo. En ja, ze hebben nu een beetje een puin zo in de keuken gemaakt, zoals je ziet. Dus ja, ik zal even laten zien. Het is hier helemaal nat, ik moet ook uitkijken. Helemaal daarachter of zo, helemaal achterin lekt het. En ze vinden het gek dat ik nog geen lekkage eerder heb gehad wat dat betreft. Ja, weet ik veel. Ze hebben zelfs een nieuwe hier zo daarvan neergelegd, zoals je ziet. Ja, dan heb ik iets van... ja, oké. En nu? Wat nu? Weet je wel, dan zit ik echt met mijn hoofd van... Help. Dus, ja. Yeah. Dit is echt shit. Nou ja, en ik ben dan even helemaal zo van... Nou heb ik weer een soort van huisarrest voor volwassenen. Want ook Ziggo kan komen met iets voor mijn kastje eigenlijk. Ik krijg een nieuw kastje of zo. Voor tv ontvangen en weet ik het allemaal. En die moeten ook nog komen. I hate my life sometimes. Nee hoor, geintje. Ik haat mijn leven niet. Maar ja, het is af en toe gewoon bloedirritant. En iedereen snapt dat wel. Maar ja, ze moeten dus straks terugkomen met iets nieuws. Een van die woningbouwmensen had zijn hoofd gestoten. Zelfs bij de auto. Bij een punt of zo. Dus het bloedde een beetje. Dus die heeft van mij een pleister gekregen. Het is een oudere man die erbij is. Dus ja. Maar ja, nu eventjes wachten. Ik ga weer even een broodje eten met kaas en ham. Yay! Dat is ook heel gezellig. Maar ja, je moet wel eten. Het is al 1 uur geweest. Weet je wel, weet je wel. ik wil dat het gemaakt is. Nou ja, hopelijk kan dat vandaag nog. En kan ik al die spullen even terugzetten. Want ik hoorde hem al een beetje mopperen van... Ja, mensen proppen de keukenkastjes alleen maar vol. Niet tegen mij hoor, maar tegen zijn collega. Nou, zo vol was hij niet. Hoop ik. Nou, een paar dingen moet ik bij de wc gaan zetten, denk ik. Of zo, nou ja. Ik ga het gewoon even proberen goed in te delen, want daar ben ik heel slecht in. Just my luck. Maar we gaan het gewoon proberen. Nou, het is gemaakt. Alleen ze konden dit niet echt meer terugplaatsen. Hadden ze ook niet echt veel zin meer in. Dus wat ik nu gewoon doe, is die plaat weghalen. Ik zet hem gewoon hier even neer voor tijdelijk of zo. En dan ga ik hem daarna, als ik klaar ben met al deze spullen hier zo, ga ik het wel even in de dingen zetten, in de meterkast. Zo, even dat hier neerleggen. Nou, nu kan ik dit dus allemaal gaan inruimen. Dus al die zooi kan weer in de kast. Deze ga ik trouwens even ophangen. Ja, deze kan ophangen. Hij is een beetje vies, ik ga hem dadelijk wel even schoonmaken. Zo, hoppa. Maar dan moet ik even kijken, hoe ga ik het aan jullie laten zien dat ik hem weer in ga ruimen? That's the question. Uh-oh. I really don't know how. Nou ja. even kijken. Ik denk dat ik dit ding gewoon eventjes als standaard ga gebruiken. Hoppa! Nou, dat is gelukt. Zo. En dan kan dit ding even in de meterkast. Zo. Even kijken. Hoe ik dat ga doen weer. Met 1 hand. Oh, hij zal lopen. Oké. Zo lastig dat je daar geen licht hebt. Want die lamp hier, zo doet het niet. Heel lastig. Even kijken. Kan die weer staan? Nee. Hij is te breed. Oh jee. Wat nu? Kan toch wel? Of... Zo kan die wel, denk ik. Als dat ding niet in de weg zit. Zo. Het ziet er niet uit, maar ik weet even niks anders.
voorlopig even zo. Zo. En dan kan die hier zo. En klaar is Kees. Zo, en dan kan ik ook even de keuken wat net opruimen, denk ik. Ja, kan wel. Ze hebben alleen deze niet gebruikt. Maar deze. Halve fles, man. Hij was dat hier. Zonde. Nou, die ga ik dan ook eventjes in het kastje zetten. Ja, dat kan ik nu wel gewoon doen in plaats van uitstellen. Geen idee of ik het heel goed heb neergezet of zo. 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 Nou, netjes weer, zo. Dan moet ik even de doekjes zoeken. Ja, dan kan ik even schoonmaken. Goedemiddag allemaal. Nou, ik heb een soort van huisarrest voor volwassenen. Want ik wacht op twee pakketten. Eentje die tussen 5 en 10 of 11 moeten komen. Moet komen bedoel ik. En het andere pakket, dat is van Ziggo. Ik krijg een kleiner kastje. Maar het zou kunnen dat ze al geweest zijn. Ik heb geen idee, want ik werk tot 2 uur. Dus dan zou ik niet weten of ze het al gestuurd hebben. Dus ja, tot die tijd moet ik gewoon wachten. Morgen heb ik fysiotherapie. En aan de ene kant, ik voel me ook een klein beetje down. Bij Enzo, ik was Enzo Knol aan het kijken dat hij bij de Pokémonbeurs was geweest. Ik moet nu wel zeggen, het is nu 22 februari. En ik ga altijd wel eens de reacties lezen. En nu zag ik ineens overal staan gecondoleerd met het verlies van je opa. Ik dacht van, hè, wat? Dus ik bij Enzo op Instagram kijken, daar zag ik nog niks staan. Ik weet niet of hij het zelf ook gaat zetten. Maar toen ik bij zijn moeder Irma ging kijken, toen zag ik een foto van haar en de vader. Dat Henk Knol overleden is. Ik vind het heel erg voor Enzo en zijn familie eigenlijk. Ja, dat je maar 2 weken de tijd hebt of zo, ongeveer, of 3 weken. Weet je hoe heftig zoiets is? Je zou dan echt hopen dat je meer tijd hebt of zo. Ik vind het zo eigenlijk onwerkelijk. Ik ben er een beetje down van eigenlijk, want... Dan mag ik me gelukkig prijzen dat ik vanaf augustus tot januari nog afscheid heb kunnen nemen van mijn moeder. En hun zo kort. Dat vind ik zo erg voor hun. Dat is zo gek om te weten eigenlijk. Ja. Dus Enzo, ik denk niet dat je deze vlog ooit gaat zien. Maar ik wil je wel samen met jouw hele familie sterkte wensen. Eigenlijk je hele familie wens ik sterkte. En gecondoleerd en neem alle tijd om het verlies op jouw manier een, ja, hoe rij je dat ook moet zeggen of zo, een plekje te kunnen geven. Ik hoop dat het lukt in ieder geval. Dat je op jouw manier kan rouwen. En ja, ik weet voor de rest ook niet zo heel goed wat ik moet zeggen, want deze vlog komt ook pas veel later. Weekvlog dan. Maar ja, ik vind het heel rot. En heel naar. Want ik ben mijn moeder ook verloren. En jullie hebben ook heel mooie tijd kunnen hebben. Ja, jullie hebben een mooie tijd gehad. Wij ook, maar. Ja, het is anders. Het is zo snel gegaan, weet je wel? Ja, ik ben een beetje stil van. Laat ik gewoon hopen dat jullie er samen uit kunnen komen. En, Dat je het, want jij hebt veel beelden van je opa. Dan zou ik zeggen, maak een soort tribute video of zo. Tribute. Van alle momenten met je opa samen. Dat is altijd iets moois. Hey! Hallo. Nou ja, de ratten verpesten het moment weer. Maar toch, heel veel sterkte. En gecondoleerd. Dat is wel wat voorop staat, vind ik.
Ik heb deze dingen dichtgelaten. Ik had er geen zin in om ze open te doen toen ik het zag staan. Dus ja. Het zet me ook wel weer een beetje aan het denken van hoe snel het gaat eigenlijk. Dus ja. Iedereen leeft met jullie mee. Vergeet dat niet hoor. Oké, eerste pakketje is binnen. Maar dat is dit ding hier. Ik moet wel er even bij zeggen, dat andere pakketje heb ik nog niet binnen. Of het is door de brievenbus gegooid. Kan ook allemaal gebeuren. Wacht, dat niet hoog genoeg. Zo, nu wel denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat hij goed blijft staan. Hij staat een beetje scheef. Maar dat maakt niet uit. Even kijken, een mesje. Wat doe ik eigenlijk niet naar je toe, Jen, heb ik dat mesje. Even kijken hoor. Hoppa. Oh, ik dacht dat ik deze moest gaan snijden, maar het hoeft niet, gelukkig. Nou, dit is het dus wat ik van vakantieveilingen heb ontvangen. Ze zeggen dat het 1 kilo is of zo. Maar dan snap ik niet dat het in zo'n grote doos moet of zo. Dit is biefstuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het zijn 6 stukken. En je kan ook iets anders winnen via vakantieveilingen. En dat was ook, dat had ik vorige keer gewonnen, maar dat was dus ook vlees en zo en weet ik het allemaal. Dus ja, dit brengen ze dus naar je toe gewoon en ze hebben het net gebracht. Dus dat is wel heel goed. Dit is hem dus. Dit is dus, ja, weet ik veel, ribeye of zo, ribsteak. Ik heb geen idee. Ja, ik ga morgen wel eventjes kijken voor die dinges. Ze zeggen dat Storm Louis nu aan de gang is, trouwens. Dus ja. Ik ga dat wel even in de vriezer krijgen of zo. Even kijken. Ik kan dat nog wel in de vriezer eigenlijk hier, want hij zit een beetje vol. Misschien moet ik eentje in de koelkast leggen of zo. Of twee. Geen idee. Maar nu gaan ze wel weer lekker bevriezen zo. Ik was bang dat ik het weer helemaal moest gaan snijden of zo. Want dat was vorige keer zo met dat vlees dat ik toen had ontvangen. Oh, koud. Ja, ik doe er 2 in de koelkast. Kan ik er 2 bakken of zo, weet je wel. Maar ik denk dat ik dat op een bord moet leggen of zo. Ik heb geen idee. Oh, dit is koud. 3. Oh, mijn handen. De kou doet heel veel pijn aan mijn handen. Op een andere manier, want ik kan niet zoveel tillen, zeg maar. Het doet te veel pijn. Dus dat is even shit en balen. Maar het komt wel goed. Het doet weer heel veel pijn na een paar dagen. Nee, gaat wel weer over voor ik een jongetje ben. Of zo. Ooit. Nee, eigenlijk niet. Het is chronische pijn. Nou, enough over dat. Nou, ik hoop dat dat ding gauw binnen is. Van Ziggo. Want ik weet niet of ze het nou vandaag of morgen gaan bezorgen. Ik denk nu niet meer, want het is nu 9:30 s'avonds. En Louis heb ik heel even gehoord. Begin van de avond ongeveer, toen was het even kaart aan het waaien en daarna was het weer weg. En nou komt het vanavond ergens laat in de avond weer terug. Dus ik ben benieuwd. Nou ja, we zien wel. Goedemiddag, het is nu zaterdag. Gisteren heb ik niet gevlogd, ik ging niks beleven, dacht ik eigenlijk. Maar ik had fysiotherapie. Even kijken of ik dit kan optillen zo. Oké. Oeh, een beetje hoofdpijn. Maar ik ga eventjes iets schoonmaken. Ik heb net dat apparaat hier gebruikt. Ik wou eigenlijk naar buiten gaan, maar het regent de hele tijd. Iedere keer als ik iets heb van, ik kan nu naar buiten, regen. Dus, dat is shit. Helemaal niet leuk en saai en weet ik het allemaal. Dus ik laat even zien hoe ik dit maar even schoon ga krijgen. Want er ging wat mis ofzo toen ik het uit probeerde te krijgen. Je hoeft helemaal niet zoveel te gebruiken om hem schoon te krijgen. Zeiden ze ook op de tv en zo. Maar het is wel een grappig apparaat eigenlijk. Hoe krijg je het er eigenlijk uit? Ja, doe het zoals ik. Ik ga dadelijk met een doekje er ook er gewoon doorheen. Dan is hij wat schoner. Maar ja, het is wel goed toch? Zo, kom op, ga eruit. Goed, zo, nee, ik zei eruit. Niet erin, eruit. Zo. Zo, zo, zo. Zo.
Zo, nou. jullie moesten er ook echt uit blijven. Zo, dan ga ik eventjes kijken wat ik nog meer kan doen, want hij is nog niet echt goed schoon. Jennifer is weer eventjes aan het twijfelen wat ze moet gebruiken nu. Wel even een doekje gewoon. Even met water. Zo. Zo. Kijk. Zo, hoppa. Hij kan niet in de vaatwasser. Dat is een beetje onmogelijk. Maar ja, zo kan het toch ook. Lekker schoon worden zo. Ik moest eventjes dat ding draaien. Zo. Kun je nagaan, ik probeer het nu met één hand. En ik weet niet hoe Vin zich voelt. Wat dat betreft. Want hij kon ook altijd maar één hand gebruiken. Zijn andere hand werkt niet mee. Zo. Nou, nu is hij wel schoon toch? Ja, hij is mooi schoon. Zo. Dat is wel goed zo. Ja toch? Zo. Hoppa. En dan hier zo dit ding hier. Zo. Nou, dat was mijn, niet mijn lunch. Of wel, dat was wel mijn lunch dit. Ei met spek, kaas, geen uien. Ik vergeet de uien steeds. Not fair. Zo, nu kan hij in de kast. Zo, hoppa. Daar staat hij weer. Zo. Yay. Kijk, nog meer borden. Zo, ja. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik nog kan doen voor jullie. Maar ik kan proberen iets te tekenen wat ook een van mijn hobby's is. Of een verhaal bedenken. Maar dan moet ik dan typen. Ja, dat hou ik niet zo heel goed vol met mijn handen. Ik ga gewoon eventjes Sims 4 spelen zo meteen. Dat is ook wel eventjes leuk. Om te laten zien hoe ik ermee omga. Ja, ik maak altijd die huizen veel te groot. Maar goed, dat komt wel goed door. Maar nu eventjes, ik heb ook een beetje weer hoofdpijn. Dus heel irritant. Zo, echt mijn nek voel ik hier gelijk zo. Oh, he, knak, knak. Nou, Bonnie gaat niet zo lekker. Ze gaat steeds verder achteruit, zeg ik. Dus ja. Ik ga even Sims 4 opstarten. Dan laat ik jullie meekijken hoe ik dat eigenlijk een beetje speel. Ik heb nog steeds geen verstand van die OBS gebeuren, dus sorry daarvoor. Nou, ik was al een tijdje bezig met deze Sims familie. Maar ik was compleet vergeten dat de moeder een tweede kindje verwacht. Dus ja, handig bezig. Dus ik moet eventjes een verdieping hierbovenop maken. Alleen, hoe kom ik naar beneden zo, zeg maar? Ik doe nu alles met dat. Ja, ik weet even niet hoe ik dat moet uitspreken. Een huis maken in Sims 4 vind ik moeilijker. Zo, die kan weg. Dan kan dit hier zo. Hoppa. Nogmaals, OBS vind ik moeilijk. Ik begrijp er geen ene stikke pit van. Maar dan mag dit de slaapkamer worden van de nieuwe baby. Ja, oké, wat doe ik eigenlijk? Dat is wel erg groot, of niet? Kan aan mij liggen. Nou, ik kan ook wel een sportruimte voor die man maken, want hij wil sporten. Dat vindt hij leuk. Ja. Dan krijgt hij wel die ruimte zo. Zal ik dan ook nog een extra badkamer maken of een bepaalde ruimte of zo, weet je wel? Ja, dat zal wel. Ze hebben nu wel erg veel ruimte hier. Hadden ze een wasruimte? Nee, dat niet. Kan ik wel maken. Moet ik alleen even kijken hoe en wat. Ja, dat doe ik wel gewoon zo. Zo, wasruimte. Dan kan ik daar die wasmachine pakken. Kijk, deze wasmachine. Gaat die gewoon boven hier zo in deze ruimte. Klaar. Zo ben ik dus een beetje bezig. En dan ga ik de raam even kopiëren van daar beneden. Helemaal luchtblauw of helemaal luchtraam. Zo. Kan het kind ook naar buiten kijken. Yeah. En zo ben ik wel eventjes bezig. Zo. Klaar is Kees. Nou, het raam zit niet goed daar, vind ik. Zo, nu zit hij wel goed. Maar zo ben ik dus eigenlijk een beetje bezig met Sims 4. En zo kan ik ook bezig zijn met Sims 3 en zo. Een beetje in mijn eigen wereldje zit ik dan. Ja, wel leuk. Maar dit is dus een van mijn hobby's. Hallo. Hallo. Oh, ik heb tegenlicht nu.
Even kijken. Ja, oké, okay, dit werkt beter. Ja, zeg maar. Ja, zeg maar. Wat moet ik zeggen? Weet ik, wil ik dat is een videokaart of zo? Ja. Oké. Okay. Ja. Jouw computer zo direct. Ja. Dat ding is groot. Ja, maar die andere is nog groter. Oh. Duizend. Zegt. Nou, ja, tegenwoordig zijn ze zo. Jij hebt meer verstand van dit soort dingen, dus vertel maar een beetje wat jij erover weet. Nou, zoals je ziet is een videokaart. Hoe meer is de chip die hierachter zit. Ja. Dat is de grafische rekenkracht. Die zorgt ervoor dat je kan gamen, video, foto, editing, alles kan doen, zeg maar. Hoe beter de chip, hoe beter alles kan. Oeh. Dat is even simpel uitgelegd. Even simpel uitgelegd. Asus. Asus, ja. Ik heb ook een Asus moederbord. Oh ja, dat is waar ook. Het werkt met elkaar in, want deze is best wel stevig. Ja. Je wou hem gewoon even laten zien? Ja. Nou, die gaat tegen jouw computer. Jij. Oh, kijk, Ruby, ze willen ook kijken. Ze laat maar zien aan haar. Nou ja, hartjes. Ruby is beneden. Het is het. Ze schrok ze nou? Nee. Ja, Ruby, dat is niet voor jou. Deze vindt, als je niet gamet, dan hangen deze ventilatoren stil. Alleen als je gaat gamen, zware taken gaat doen, gaan ze pas draaien. Oké. Okay. Ja, dus dat trekt ook minder stof aan. Oh, je dacht in één ik ga het meenemen omdat je mijn computer hoorde opstijgen laatst bij TikTok. Nou, weet ik niet. Nou, mijn computer steekt ze wat op. Het is wel zo. Hoe beter de kaart is, hoe minder had je processor hoeft te werken. Dus het is wel een feit. Nou, als hij maar werkt, toch? Ja. Ja, als lang niet meer. Hé, echt, jij zou net zo goed bij Mediamarkt kunnen werken. Nee, ja, echt. Ik mijn eigen computerwinkel beginnen. Ja, waar haal je de onderdelen dan vandaan? Dat is hartstikke duur. Ja, die koop je in, hè. Dat is waar. Van het geld dat binnenkomt. Of bij Alternate werken. Dat kan ook. Nou ja, dit is een garantiezegel. Die is al lang buiten de garantie. Laat het dan lekker erop zitten. Er is maar 2 jaar garantie op, hoor. Nou, dit is dus dan al de techneut of zoiets. Iets in die trant, geloof ik, of niet? Wat was het nou? Oh ja, zoiets. Ja, Sanol is heel erg into dit soort dingen. En ik heb er de ballen verstand van. Ik heb vaak maar iets van, als hij maar werkt. Dus ja. Ja, het is voor de eerste keer dat je een Nvidia hebt. Echt waar? Ja, want je hebt nu een AMD Radeon. Die heb ik thuis ook liggen. Oké. Okay. Hetzelfde, alleen je hebt er 1 gig versie, ik heb de 2 gig versie, maar... Dit is een 3 gig versie, maar dit is even kijken, dit is een DDR... Oh. Volgens mij is het een DDR6 ook. Nee, het is een 5 nog. De videokaarten die ik heb zijn tegenwoordig DDR6. Ik heb ergens op staan. Ja, dat is nog een DDR5. Nee, als hij maar werkt, toch? Ja, volgens mij nu nog een DDR4. Nou, als hij maar werkt hoor, daar ben ik al blij om. Zeker. En dit heb ik trouwens van de begeleiding gekregen. Ze heeft walnoten buiten gevonden. Gevonden? Ja, gevonden buiten. En dat eten die beestjes gewoon op deze. Als ik die uit de winkel haal, dan eten ze die eens op. Ja, ik dacht dat jij ze ging eten. Nee, is voor de ratjes. Zeg maar buiten. Ja. Je bent echt helemaal into dat ding nu, hè? Ik ben even aan het kijken. Nee, het is goed. En hoe gaat het in de liefdesleven? Al iemand gevonden? Nope. Oh. Nou, dames... Sla je slag. Ja. Toch? Ja, dan komt even de buurman de computer doen voor jullie. Klinkt heel verkeerd. Ja, nou, zeg. Nou, ik ga zo meteen nog mijn gezicht insmeren, want het voelt heel droog. Ja. De velletjes laten los. Nou, dan ga ik dat maar even doen. Jee. Dan kan ik jullie niet bij meenemen, sorry. Hallo. We houden ze bij elkaar, die schroefjes. Ja. Hey, echt, jij hebt er verstand van, ik niet, hè? Ik heb er ook geen verstand van, het is behoorlijk heet. Is hij heet? Ja. Nou, dit is dus de computer aan de binnenkant. Hoe wou je hem eruit halen dan? Oh, zo simpel. Hij zit wel heel erg onder het stof. Ja.
Weet je zeker dat hij erin past? grotere kaart in. Geef langs. Even. Dadelijk past hij niet, dan heb ik echt een probleem. Kan het vastmaken? Hè? Kan het vastmaken? Kijk dan. Even kijken. Volgens mij past dat wel, of niet? Ja, het past. Het scheelt niet heel veel. Ja, past het echt? Ja. Hij is eigenlijk niet zo groot uit, de lijst net zo lang in de lengte. Wat kun jij nou weer doen? Je kan die stoel pakken, ja. Computer nerd aan de slag. Nou, ik weet niet of dat echt zo is. Kruiskop? Uh-oh, kruiskop. Nou, dat is dus die Asus, weet ik het allemaal. En dat is mijn computertje. Oh, ik moet echt die stof eraf halen. Dit is wel heel erg. Sorry voor de computerliefhebbers die dit ook zien. Daar ga ik echt even sorry voor zeggen. Ik pak dadelijk even een doekje en dan maak ik hem wel eens schoon. Met stofzuiger erin mag niet, hè? Hij hoort me niet. Channel! Ja? Met stofzuiger erin mag niet, hè? Hij mag wel. Oh, mag wel. Maar je moet kijken als je geen kabels naar binnen zuigt. Dat ook. Weet je, ik heb daar geen verstand van hoor. Heel precisiewerk. Hartstikke veel soms maken. Die daar. Ik heb hier net niet met mijn hand bij. Mijn moederbord heeft nu zo eentje. Het kliksysteem. Dan zit boven een knop en dan druk je omhoog en springt zo de videokaart eruit. Hoef je niet meer helemaal daar met je handen. Dat is wel chill. Ja. Nou ja, zijn moederbord van meer dan 200 euro. Ik zit wel op deze kabel. Moet er dan niet nieuwe kabels in? Nee. Hoppa. Nou mensen, stoffenparade. Geef het. Stoffenparade? Ja. Ik heb meelijden met de mensen die heel erg into computers zijn. Dit is zielig. Heb jij nog koelpasta ergens? Weet ik veel. Ik heb toen gekocht. Ja, maar waar die ligt weet ik niet. Het zal vast ergens liggen in huis, maar waar? Ik denk dat ik dadelijk een doekje ga pakken om dit helemaal even schoon te maken. Ja. Wat denk jij? Die ogen heb je ook van mij gehad, toen of niet? Ja, die hebben we zelf gekocht. Ja. Je hebt een nieuwe voeding erin gedaan. Ja. Omdat die andere was ontploft, weet je nog? Nee, dat was ontploft, ja. Boom. Die begaf het toen in ene. Zo, dat is toch. Kan een kwastje? Nee. Stofzuigen. Je gaat stofzuigen? Oh god, dat gaat dat worden. Ik vind het zielig voor dit. En je moet wel die sleutel pakken, hè? Ja, klopt. Mijn ouders doen het ook wel. Ga eens even aan. Ja, nou ja, dat is al in de boom. Nee, even kijken. Zo. Ik ben benieuwd. Hè? Ik ben benieuwd.
Nou, de nieuwe zit erin, zoals jullie zien. Hallo computer, hij is weer helemaal schoon. Hallo allemaal. Hier is de oude. Helemaal ontdoen of ontdaan, weet ik veel. Wat ben jij dan doen? Nou, je zit video rijdt hier. Hè? Je zit troep tussen. Tussen je telefoon. Tussen het hoesje, als je dat op je scherm krijgt, krijg je kwastjes. Daar ga je dood van. Ja, ik ga heel dood van. Ja, die meiden zal sowieso wel krasjes hebben of zo. Ja, een protector. Maar ja. Ja, maar daar zitten ook al krasjes op, hè, op die protector. Maar ja, beter op het scherm. Ik heb geen protector, ik heb nooit krasjes. Ah. Nou, de batterij is bijna leeg. Van de camera. Sorry. Dit moet je even. Nou ja, deze kabel. Die andere toch maar, want als ik die erin doe, is wel beter. Dan pak ik gelijk maar, omdat deze wat makkelijker te buig is vanwege die zijkant die tegenaan komt. Oké. Als het tegenaan komt, is die goed. Alle kabels toch goed in. Net een piloot die het ook een check. Pilotencheck, kijk eens even deze kant op, pilotencheck, hallo. Dus toen komt ineens omhoog. Ja, je moet ook rustig er vanaf gaan, denk ik. Had je toch geen kruiskop voor nodig bij die? Oh. Hij zat toch onder vast of niet? Nee, anders is hij verbogen. Oh, dat is zonde. Ja, hij steekt een beetje uit. Oh. Het geval is dat bij jou. Oh ja, hij is wel eens gevallen bij mij thuis. Ja. Oepsie. Nou, dan kan ik weer aansluiten. Deze kabels al opzij leggen zo. Alles opzij. Kan je weer terug op zijn plekje. Deze gaan we even hier leggen, anders die valt. Nou, hoe oud was die oude van mij ook weer? 2013, hè? 2013, 2012. Ja, echt, dan kun je nagaan hoe oud de mijne al is. De videokaart, anders staat ook geen videokaart drivers meer. Oh ja, dat had je verteld, ja. Ja, heel lang niet meer. Nou, zoals jullie op de achtergrond zagen tijdens het filmen van die stofzuiger, de ratjes die hielden houden niet van het geluid van de stofzuiger. Dus die verstopten zich constant. En nou zitten ze zo, dus ja. Wat doe je? Van mijn langs dingetjes. Want het was scherp, maar dat maakt niet uit. Was die scherp? Ja, hier kwam het langs. Oh. Want er zit een hele scherpe rand aan. Dan moet je voorzichtig zijn, ja. Nou, we gaan straks eventjes kijken hoe die computer het doet. Ja, het zou een beetje groot beeld krijgen, maar dat is normaal. Groot beeld? Ja, dan zet hij de drive van een video over. Oh, op die fiets. Dat gaat wel even duren, ja. Nee hoor, dat gaat wel snel. Oké. Nou, 3, 2, 1, of... Oh nee, de koentje. Ja, hij moet eerst nog eventjes aangezet worden daar. De stekker erin, hè? Ja. Gaat die computer dan automatisch aan? Nee. Oh. Dat is nooit. Dat is nooit goed als dat gebeurt. Oh, je hebt hem aan de achterkant ook nog uit, hè? Nee. Wel toch, je had toch een knop ingedrukt? Nee. Niet? Oh. Kijk maar. Oké, dat is aan. U kunt zitten hoor, meneer. Nou, eens kijken wat er gebeurt. Oh, hallo, American Megatrend. Krijg ik dat nu voortaan te zien? Nee. Kijk, keyboard. Dat is omdat er een nieuwe ding in zit. En nu? Oh, juist. Daar heb ik de ballen verstand van. Dat is de BIOS, meneer. Exit. Oké. Gaat ie? Ja. Oké, Windows. Hallo Windows. Nou, ik denk dat hij het wel gaat doen. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Dit ligt. Dat is mijn iPad, ja. Kast. Ja, dat doe ik altijd hè, met die grote. Voorzichtig hè, met mijn spulletjes. Echt heel voorzichtig. Nou, Windows. Nou, hij is heel langzaam. Was dat de bedoeling? Ja, hij is bezig. Nou, je verpest alles zo. Je zit ja, maar, in het. Alles ligt in de weg. Hé, dat is mijn autisme. Ja, laat mijn spullen met rust.
Lacht hij zo? Ik denk het, nee, niet daar. Nou, hij ligt weg op het toetsenbord. Ja, niet daar. Ja, zo ja. Kom op. Sorry, dat is echt gewoon even heel erg autistisch van mij. Ik kan er niet zo goed tegen als het ineens anders ligt. Nou, normaal doe ik het zelf eigenlijk terugleggen, maar nou doet ze alles. Ik ga hem niet in de weg zitten verder. Gaan we straks nog even waggelen buiten? Ja. Yeah. Jee! Voor zover het me lukt. Doet hij het niet? Hallo? Hij is heel erg bezig. Ik zie het. Volgens mij kan hij hem niet aan. Tuurlijk wel. Nou, als hij nog steeds bezig is. Kaart heeft in dezelfde moederbord gezeten thuis, net als jij. Hij heeft toch gewoon geen zin meer in? Hij is overleden. Ja, maak er maar een grap over. Hij is overleden gewoon, dat ding. Moet hij dan niet opnieuw gestart worden? Als hij niks meer doet. Daar gaat mijn computertje. Rest in peace, computertje. Even geduld nodig. Even geduld. We zijn een half uur bezig of zo. Wie maakt dat geluid buiten? Nou, 3, 2, 1 en doe het. Nou, Sims 4 is opgestart met de nieuwe kaart. En ik moet zeggen, deze keer stijgt hij niet op. Dat is ook wel iets apart. Hey, Sanal. Nvidia en Intel werken beter met elkaar samen. Box. Joehoe. En hij is snel, die kaart. En hij is traag, het spel. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat hij nu gaat doen en hoe het er nu uitziet qua beeld of zo, zeg maar. Maar dan zou Sims 2 ook beter moeten werken, of is hij nog steeds aan het haperen dan? Nee, maar dat Sims 2 is misschien niet... Soms heb je een hele snelle videokaart, hè? Ik zeg maar voor 2000 euro. En als het spel niet geoptimaliseerd is, dan loopt het nog... Oh ja, dan heb ik ook al zo'n zin. Oh, hè? Met wie zit ze nou weer op bed? Oh ja, met haar vriend. Kijk, hij loopt heel snel. Wow! Take it easy, guy. Sneller? Ja, dit is een ander spelletje wat ik ervan gemaakt had. Of een ander huisje. Beloningen die? Nee, je hoeft niks met beloningen te doen nu, toch? Ik had hem juist hoger gezet. Oh. Nou, je wordt bedankt. Ga nou eens niet aan... Nee, niet zo hoog. Ja, zo is goed. Weet ik veel. Ik denk dat je hem zo naar beneden moest doen. Wat vind je van de beelden? Dat is wel heel scherp zo. Scherp, hè? Ja, dat is echt heel scherp. Mooi, hè? Ja, dat is wel mooi. We zullen even heel dichtbij bekijken. Dat zie ik. Wauw. Het zijn twee potten. Nee, het is een man en een vrouw. Huh? Het is een man. Wie is een man? Haar man, dat is haar man. Daar is ze mee getrouwd. Lijkt wel een vrouw. Ja, ze moesten elkaar in het begin niet. Dat is ook wel grappig. Leuk, hè? Is dit echt een man? Ja, dat is een man. Maar dat is haar man. Hij is getrouwd met haar. Okay. Morgan heet hij. Morgan. 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 Dat hoor je toch ook aan zijn stem? Ja, nu wel, ja. Dat is een ballerina knot. En normaal gesproken heeft hij lang haar, maar hij heeft oh ja gedaan. Zo, we gaan eventjes de duisternis in. Eventjes maar. De... Vaatwasser even openzetten. Oh, dat gaat echt niet lang goed als het zo doorgaat. Kijk, ik kan niet echt open doen nu. Verder kan niet. Nou, het kan wel, maar... ik krijg hem niet verder. Dan moet ik echt dit duwen. Zo, dan pas kan die open. Zo. Oh, hij heeft niet echt goed kunnen draaien door die ding. Oké. Shit, dan moet hij denk ik opnieuw. Maar hij heeft tenminste wat kunnen doen. Even, jij gaat hier zo. Oké, dat wist ik dus niet. Iek. Nou ja, je bent in ieder geval schoon, hoop ik. Vast wel. Oké, zo. Nou, niet helemaal zie ik. Hij is niet echt goed schoon, maar het heeft tenminste kunnen draaien. Anders zet ik hem even op een half uurtje. Ja, ik stel hem even op een half uurtje. Zo. Zo.
Ja, dat is wel prima zo. Nou, oké. Okay. Wat ik dus wilde zeggen. Nou, Pepe, dat water is toch niet lekker? Nou, ik wil dus de vlog afsluiten. En dat gaat dus op mijn geheel eigenwijze manier. Pepper, als jij hier nou eventjes blijft zitten. Auw, rat, alsjeblieft, hé. Hey. Come on. Het is goed zo. Ze wil even meedoen, denk ik. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. En ga een blauw duimpje omhoog. Zou ik ook heel erg lief vinden. En ga abonneren. Zou ik ook heel erg lief vinden. Ja? En reageer, keertje? Ja? Ik heb vandaag wel reactie gekregen van televisienostalgie. Yeah. Dat is ook leuk. Hè, Pepper? Ja, yeah, dat is lief, hè? Maar nou de andere 1000 nog wat. Als dat überhaupt lukt, maar dat maakt niet even niet uit nu. Laat gewoon een reactie achter hoe je de vlog vond. En laat eventjes weten wat ik kan verbeteren. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Maar tot een volgende weekvlog. Dus bij deze weer. Relatos! Auw!